Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrax, de enige echte. Nou, het is voor mij is het vrijdag vandaag en het is weekend. Eindelijk, gelukkig, ik ben wel weer toe aan een lekker even een weekend. En het wordt een druk weekend. Volgende week wordt ook druk, maar daar ga ik nog even lekker niks over vertellen. Dat zien jullie binnenkort wel in mijn vlogs. Maar het wordt een druk weekend. Ik ga morgen naar de Efteling. En zondag dan ga ik naar de wedstrijd Feyenoord-Vitesse. Ramon die kan niet. Toen had ik Vincent gevraagd. Omdat Vincent met me meeging. Jullie hebben Vincent al een paar keer gezien. Een keer op zijn verjaardag. Ik had een vlog. Oh ja, van de Efteling. Daar was hij ook bij. En Vincent is met me meegaan. Daar heb ik ook nog een extra kaartje gekocht. En Tessa, ook van de Efteling vlog toen. Die is er ook bij. En dus gaan we z'n drieën. Gaan we zondag naar Feyenoord Vitesse. Nou, ik heb niet veel. Ik heb niet zoveel te vertellen. Het is een hele korte vlog dit. Maar ik moet ook snel. Stoppen hiermee, want ik moet mijn camera opladen voor morgen. Ik kom er ineens achter dat ik als een wezenloze dadelijk even al die batterijen moet op gaan laaien. Pardon. En ik moet dus even opschieten. Maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval ga ik morgen lekker naar de Efteling. Ik ben de laatste keer dat ik ging. Dat was bij het laatste Negenpleinenfestijn. Nou, het laatste Negenpleinenfestijn is alweer, alweer ruim een maand geleden of zoiets. Dus ik ben al een paar weken niet geweest. Een paar weken afgekikt van de Efteling. Maar ik heb natuurlijk mijn abonnement. En ik heb gewoon, weer zin om naar de Efteling te gaan. Ja, dat heb je wel eens. Dus morgen ga ik gewoon weer lekker met Kevin en Ramonski gaan we naar de Efteling toe. Ik heb er reuze zin in. We gaan er weer een leuke dag van maken. En volgende weekend ben ik dus ook niet thuis. Jullie gaan nog wel zien waarom. En wat kan ik nou nog meer zeggen? Oh ja, die week daarop, het weekend erop, dus, dat is dan zaterdag, de andere zaterdag, dus morgen over 2 weken, dan ga ik het buitenlandse pretparktripje doen. En nou, wat voor park zal dat zijn? Ja, sommigen weten het al, sommigen weten het nog niet. En ik ga ook lekker niet vertellen, nee, want ik ga lekker jullie verrassen. Vind ik leuk. Sommigen weten het niet. En ik heb er heel veel zin in ook. Dus het worden 3 leuke weekenden. Echt super, super tof. Super gezellig. Ja, en ik heb er gewoon zin in. Ik vind het gewoon leuk. Ik ben helemaal enthousiast helemaal. Werken is leuk. Maar er gaat zo'n vrije tijd in zitten. Hè? Dus ik ben wel weer blij dat ik weer... weer een paar leuke weekenden, weer wat anders gaan doen. Lekker niet thuis zitten, maar gewoon lekker erop uit. En natuurlijk vloggen natuurlijk, want ik ga al die weekenden ga ik een leuke vlog maken. Te beginnen met morgen natuurlijk, als we naar de Efteling gaan. Ramon is hier om, Kevin ook, om 8:30. Dus ik mag niet al te laat naar bed gaan vandaag. Want morgen staat om 8:30 staat de hele bubs alweer hier voor de deur. Dus ik ga het niet al te laat maken vandaag.
En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Nou, ik ben weer aan het editen geslagen. Ik heb deze week echt heel weinig. Ik heb deze week maar 2 vlogs opgenomen. Die van gisteren, die jullie gisteren of 2 dagen geleden gezien hebben. En die jullie nu zien. Ik doe er tegenwoordig maar 2 dagen tussen. Oh, zo, ik ging bijna op mijn bekkie. En ja, ik heb gewoon heel weinig gevlogd. En, maar die vlogs die moet, moet ik nog even in elkaar zetten natuurlijk. Want ik moet het nog wel even editen allemaal. Ik moet er 1 hele complete vlog van maken. En ja, de enige lange vlog die ik nog moet editen, dat is Feyenoord. Die hebben jullie al gezien. Feyenoord Utrecht. Die moet ik nog in elkaar zetten nu. Dus ik ga dadelijk als de bieden weer gaan, ga ik aan de slag. Want ik wil die vlogs eigenlijk al geëdit en klaar hebben staan op mijn kanaal. Voor publicatie, om het aan jullie te laten zien. Dus ik moet nog even heel veel editwerk gaan doen. En vind ik helemaal niet erg. Lukt tenminste wat te doen vanavond. Ik heb ook niet zoveel zin om te filmen of ja, een vlog op te nemen. Ja, nu doe ik dat. Omdat ik even wou zeggen wat ik kwijt wou in deze vlog. En, maar ik heb ook wel even zin om ja, dat ik weer een beetje bij ben. Want ik, ja, ik loop de laatste week loop ik eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Niet zoveel zin gehad om te editen. Maar ja, al dat editwerk blijft wel allemaal leggen. En het moet natuurlijk wel allemaal gemaakt worden en zo. Dus ik ga dadelijk lekker, als de video weer gaat, ga ik lekker even editen. Oh, Bokito die is helemaal blij met een bolletje. En dan, ja, ik ga hem neerleggen aan deze kant. Even een korte vlogje voor vandaag. Maar ik, ja, ik ga het eventjes ook snel deze batterij even opladen. En nog even een paar andere batterijen even opladen. Zodat alle batterijen weer klaar zijn voor morgen. Als ik dus naar de Efteling ga. De volgende vlog dus. Ik denk dat het over 2 dagen is. Dan kunnen jullie de Efteling vlog bekijken. Ik zou zeggen in ieder geval jongens. Komen er nog hele leuke video's dus aan. De aankomende 2-3 weekenden ben ik dus volop op pad. Ook voor jullie. Ook om een leuke vlog te maken. Dus zeker te weten. Blijf geabonneerd op mijn kanaal. En nou, er komen nog hele leuke dingen. Komen eraan. Nou, ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's All Tracks. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan, ja, ik spreek jullie wel weer. Ik ga dadelijk trouwens, die vlog hebben jullie natuurlijk al lang gezien. En jullie weten de cliffhanger, hè? Maar ik ga dadelijk die vlog erop zetten van ik ga stoppen. En dan doe ik dat in hoofdletters. En ja, jullie hebben dat al gezien, want natuurlijk allemaal. Ik ben echt zo benieuwd wat jullie in de comments gaan zetten. Daar ben ik echt reuze benieuwd naar. Ik, ja, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Het is een beetje, ja, eigenlijk is het een beetje, ja, hoe noemen ze dat ook weer? Ja, het is eigenlijk een beetje een valse titel van een naam om een beetje kijkers te trekken. Maar ik ben wel reuze benieuwd naar jullie reactie. Voordat jullie echt dachten, Marco gaat stoppen. Nee joh, Marco gaat helemaal niet stoppen. Een clickbait. Voor mij, ja, het is een klein beetje een clickbait video is het. Maar dat ging natuurlijk over Team Park. Waar ik mee gestopt ben. En dit kanaal gaat gewoon door. Zoals ik al zei, er komen nog hele leuke video's. Dit kanaal gaat nooit weg. Nooit weg. Ik ga gewoon lekker door. En iedereen kan zeggen wat hij zeggen wil. Maar ik blijf gewoon doorgaan. Nou jongens, ik heb alweer veel te lang geluld. Ik ga hem neerleggen. Ik ga snel de batterijen in de oplader gooien voor morgen. Groetjes allemaal van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer bij, ja, bij een nieuwe vlog. En dat zal dus de Efteling vlog wezen. Nou, ik zou zeggen, ja, ik kan niet meer zeggen dan tjus. Tot de volgende vlog maar weer. Hè. Bye bye.